Braziliaanse jiu-jitsu, BJJ. Want een relatief nieuwe sport in Suriname. Een van de pioniers van deze sport is niemand minder dan Jurgen Ho. Wij waren aanwezig op zijn training bij de, aan de Ringweg, waar Jurgen Ho is. En hij is recentelijk gepromoveerd tot bruine band. Wij van ATV Sports vroegen wat Braziliaanse jiu-jitsu betekent voor Jurgen. Jiu-jitsu is eigenlijk gestart als een nieuwsgierigheid. Want hiervoor deed ik een ander gevechtsport, taekwondo. Ik was een oude Eric Lee student. En toen heb ik kennis gemaakt met jiu-jitsu. En ik ben gewoon verslaafd eraan geraakt. En zie je, ik ben al zeker misschien 10 jaar, 11 jaar al bezig met jiu-jitsu. En het is heel erg belangrijk. Het is gegaan van nieuwsgierigheid naar een hobby, naar een school. Vertel me over je journey. Ik kan me herinneren dat je begon bij Campus Café bij ADEC. Vertel me een beetje over je journey van dat moment naar hier. Ja, dat was 10, 11 jaar terug. Hè. En toen was jiu-jitsu nog heel, heel erg onbekend. Heel weinig mensen wisten wat het was. Dus de groep was toen klein. Animo was niet het beste toen. En ja, het is gestart, wat je zei, bij Campus Café. En we zijn naar verschillende plekken geweest door het hele traject en nu zijn we hier. Je ziet zelf een hele grote groep en de animo is er. Ook heel sterk te danken aan MMA nu en Biggie Boy die de jeugdigen nu motiveert om in de MMA richting te gaan. En natuurlijk is jiu-jitsu een van de vier pilaren van MMA. Oké, nogmaals, in het begin was het gewoon via internet. En het was een tijd waar de internet heel erg traag was. Een video van 5 minuten duurde, zeker langer dan een half uur, alleen om je PC te hebben en dan te kunnen bekijken. En zo ben ik begonnen boeken lezen, video's downloaden. Maar natuurlijk, er komt een moment op een punt in mijn journey waar ik dacht van, hey, ik wil meer weten over jiu-jitsu. Hoe kom ik verder? En toen was ik ook pas begonnen met mijn school. En toen wilde ik, nou, ik wil mijn studenten kwaliteit jiu-jitsu weet je, overbrengen. En toen begon ik te zoeken naar iemand die me dan verder kon brengen op een ander niveau. En niemand anders dan mijn professor, Caio Terra, is daar op die poster. En hij heeft me geaccepteerd. En zodoende ben ik aangesloten aan de Caio Terra Association. Die man is een 12-voudige wereldkampioen. Dus hij is een legende in de sport. En elk jaar houdt de association een trainingskamp voor de schoolhouders. En als hij ziet dat je ready bent, word je geëxamineerd voor je volgende band. En dat is, toen ik bij hem was aangesloten, had ik een blauwe band. Ik heb mijn paars gehaald onder hem ook. En de afgelopen camp, dat was niet zo lang terug in augustus, heeft hij me geëxamineerd voor mijn bruin en ik heb het gehaald. Vertel me daarover, hoe was dat? Het was heel erg nerve-wracking, hoe ze het zeggen. Want hij heeft me persoonlijk geëxamineerd. En ik had het eigenlijk niet verwacht. Want hij heeft me geroepen, bij een van die trainingsdagen van de kamp, heeft hij me geroepen, zei hij, je krijgt een streep op je paarse band. Ik was al lang blij met de streep. Dus toen hij mijn streep ging zetten, zei hij van, ik ga je morgen testen. Dus het was een slapeloze nacht voor me. Weet je, ik studeerde, zodat ik niets vergeet voor de examen. En de volgende dag, dan was de examen en het was heel erg nerve-wracking, want die man wees geen emoties wanneer hij examineert. Hij zit gewoon uit te kijken en hij zegt, laat me dit zien. En je doet het en hij doet gewoon zo. Dus je weet niet of je het goed hebt gedaan of slecht. Right? Dus ik dacht van, mijn god, ik heb het slecht gedaan. Maar uiteindelijk heb ik het heel goed gedaan. Want sinds ik ben aangesloten doe ik zijn curriculum. Dus ik ken zijn basiscurriculum, ken ik achter naar voren. Right? Dus ik was geslaagd. Ja, Jurgen Ho die timmert al 10 jaren aan de weg om. En uiteindelijk is hij dus bruine band Braziliaanse jiu-jitsu geworden. That's a big deal. Het is groot voor Suriname. Eigenlijk de enige Suriname die in Suriname woont die de bruine band heeft behaald. Dus dat is fantastisch. Hij moest helemaal naar Californië reizen om dit examen te maken. En we vroegen hem wat het voor hem betekent om uiteindelijk bruine band te zijn. Hoe je het doet tegen andere gelijke bruine banders.
bijvoorbeeld. En als je daar al goed doet, dan ziet je wel, oké, zijn skill-wise in sparen is goed, maar je moet nog getest worden. Want ik ben een instructeur, dus ik moet zijn stof goed kennen tot alle details. Dus dat wilde hij ook weten. En dat examen is niet lang, maar zijn curriculum is groot. Ik denk 200 technieken. Dus je weet niet wat hij je gaat vragen. Dus je moet echt alles kennen. Hij kiest misschien 20 stuks technieken. En dan gooit hij aan het eind een curveball erin. En daarna kijkt hij hoe je het doet. Ja. Wat betekent het voor jou dat je nu bruine band bent? Oh, het is een geweldige ervaring. Ik had nooit voordat ik het zo ver zou schoppen hier. Ik zal het niet zeggen op mijn eentje, maar ik ben gestart hier met geen coach. Laat me dat niet zeggen. Ik ben gestart met de coach en daarna is hij komen weg te vallen. En ik zat heel lang zonder een coach. En ik ben heel erg blij dat, ondanks dat ik het zo ver heb geschopt. En het is echt een mijlpaal, niet alleen voor mij, voor de school en voor de jiu-jitsu in Suriname. Weet je, ik wil anderen motiveren om ook te beginnen met de training. En dat ze weten dat ze bij mij kunnen zijn, ze krijgen kwaliteit jiu-jitsu. En dat ze ook kunnen vorderen in de sport. In het begin was dat niet mogelijk. De mogelijkheid bestond niet. Wat zijn de trainingsdagen? Hier zijn het maandag, woensdag en de vrijdag. 7 tot 8 voor beginners. En dan zeg kwart over 8 tot half 10, dan hebben we de gevorderden. Ring Sportcentrum is de plek waar ze trainen. Dus als je Ringweg reed, dan ga je voorbij HSDS linksaf, helemaal naar achter. Ze badminton ook in die zaal, hele bekende sportzaal. En daar traint Invictus. Dus als je geïnteresseerd bent om aan Braziliaanse Jiu-Jitsu te doen, moet u daar zijn. Maar dan rijst misschien voor sommige mensen wel de vraag: wat is BJJ? Wat is Braziliaanse Jiu-Jitsu? Oké, Braziliaanse Jiu-Jitsu is een mooie vraag. Iedereen stelt me die vraag. En wanneer ze naar kijken, zeggen ze, oh, het is net als judo. Inderdaad, Jiu-Jitsu en judo lijken op elkaar. Oké, ze zijn echt neven van elkaar. Maar ik zeg het altijd, het is waar judo eindigt. Want judo's doel is die persoon zet op de grond. En waar het daar eindigt, daar gaan wij door. En we focussen heel veel op positie. Dominatie van de positie. Dus er zijn hiërarchie aan posities. En natuurlijk aan submissions. Dit is wat je ziet in UFC met die armbar, die triangle, die chokes. Oké, zijn hefboomtechnieken en verwerkingen. Yes. Ik luisterde naar Mark Zuckerberg. Heeft laatst een filmpje gelanceerd dat hij MMA doet. En ik las een quote van hem dat hij zegt dat hij het ontzettend jammer vindt dat hij nu pas aan Braziliaanse Jiu-Jitsu doet. Of hij riep het eigenlijk gewoon Jiu-Jitsu. Hij zei, je leert zoveel over jezelf wanneer je dit doet. Wat is je reactie daarop? Oh, helemaal. Je leert jezelf kennen in de zin van, bijvoorbeeld als man, zie je dat je niet zo sterk bent dan dat je had gedacht. En als je bijvoorbeeld een vrouwspersoon bent, ga je opmerken dat je eigenlijk toch sterker bent kan zijn dan je had gedacht. Dus je leert jezelf echt ondervinden, je verkennen van, elke keer als je op de mat komt, als je naar huis gaat, ben je ietsje beter. En jiu-jitsu is, ik brag niet erover, maar het is een van de beste martial arts op de wereld. Weet je kan op internet gaan en dan zie je hoe goed jiu-jitsu effectief het is.